Het koningsvogelschieten en het bondsfeest in Brunsum op 19, 20 en 21 mei 2023 zit erop. Een fantastisch vierdaags schuttersfeest op een mooie locatie, super weer en vooral veel gezellige bezoekers. Ik ben Frans Hanze, ik ben bestuurslid, ik zit ook bij de drumband van de schutterij en ik ben nu verantwoordelijk voor het hele technische en treingebeuren. Ik ben Jean-Pierre Palme, ik ben ook van het bestuur van de schutterij, zit ook in de drumband en vandaag verantwoordelijk voor het programma van het komende weekend. Wij als schutterij zijn aangesloten bij een bond. Dat wil zeggen, wij zijn met 19, 20, 21 schutterijen. En elk jaar worden er 3 à 4 bondsfeesten georganiseerd. Dat wil zeggen, alle schutterijen komen er bij elkaar. En er worden allemaal dingetjes gedaan, zoals optocht lopen, exercitie, biertje drinken, uittreden van koningsparen, keizersparen. En allemaal leuke dingen wat het schutterswezen betreft. Nou, we hebben er een heel weekend van gemaakt. Dus we starten op vrijdagavond ietsje verderop in het Openluchttheater met een gratis programma voor jong en oud. In het teken van een promptconcert in samenwerking met Harmonie de Bazuin. Dus daar worden klassieke stukken en een tweede deel popmuziek gespeeld. In samenwerking ook met de drumband van de schutterij. Daarnaast een DJ in de tent, ook voor jong en oud. Op zaterdagavond hebben we een 80s night met een discjockey en een coverband. Dat is €5 entree. Entree is in de voorverkoop geweest, maar aan de dagkassen zijn ook nog verkrijgbaar. Ja, en ethisch is voor alle leeftijden, dus we hopen op een volle tent. En zondag is het schuttersfeest en dat is eigenlijk ook een familiefeest. Dus de optocht die loopt inderdaad door het centrum en niet alleen de schutters met hun aanhang, maar ook iedere inwoner van Brunsum en Parkstad is welkom. En er is een afterparty in de vorm van een wiezenfest na de optocht. Dus we hebben DJ Dirndl, we hebben die Troller Teufel en nog een aantal artiesten. Inclusief een heel groot springkussen, dus ook voor de kleintjes is aandacht. Wij hebben Hemelvaartsdag hebben wij de traditionele koningsvogelschieten. Dus dat wil zeggen, morgen treedt onze oude koning af. En morgenmiddag wordt op de wei geschoten voor een nieuwe koning. En we hebben dan een hele dagprogramma. 'S morgens beginnen wij met een mis op te luisteren. Er wordt een krans gelegd bij de begraafplaats. Aansluitend is een koffietafel. En dan gaan wij nog de huidige koning warm ophalen. Dan trekken wij naar ons eigen terrein. Daar gaan we 's middags schieten. En ook daar wordt weer een gezellig biertje gedronken. En uiteindelijk komt daar een nieuwe koning of koningin uit voort. En dat is ook voor iedereen toegankelijk. Dus ja. Mensen die van het mooie weer willen genieten, het wordt droog. Die kunnen gewoon naar een schietterrein naast voetbalvereniging De Leeuw komen. En daar is ook een springkussen voor de kinderen, een biertje, een hamburgertje. Dus een leuke middag. De eerstvolgende boogschuttersfeest vindt plaats op 25 juni in Schinnen. Mocht deze evenaren met die in Brunsum, dan is deze zeker het bezoeken waard.